bijzonder aan deze bergtraining vond ik dat het 24 uur per dag licht is. Dat is ten eerste al. Je lichaam moet er gewoon aan wennen, want je hebt gewoon geen tijdsbesef meer. Ook hebben we redelijk zware bergmarsen gehad, nachtmarsen, ook overdag. En buddies hadden blaren en vielen gewoon uit. Heel veel mensen hebben blessures gehad. Ja, en je moet toch door met z'n allen. Maar goed, daarvoor heb je buddies. Je leert hier heel goed in een teamverband werken. Want je hebt gewoon je team nodig, want in je eentje red je het hier gewoon niet in de berg. We zijn hier momenteel in Noord-Noorwegen, in de omgeving van Harstad, waar het 1e Mariniersbataljon zijn jaarlijkse bergtraining uitvoert. Bergtraining die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is vooral het leven en overleven en bewegen in bergachtig terrein. Daar komen specifieke vaardigheden zijn daarvoor nodig. Het weer is heel specifiek, het terrein is heel zwaar, fysiek zwaar en met name het navigeren in dit soort omstandigheden is heel bijzonder. De bergtraining is samen met de wintertraining en de jungle training en de woestijntraining vormen die eigenlijk de basis voor ons optreden waar dan ook ter wereld. We creëren daar fysiek en mentaal hele sterke mariniers mee die overal ter wereld hun mannetje staan. In dit scenario proberen we enerzijds onze amfibische kennis en vaardigheden op peil te brengen. Het amfibisch optreden is tenslotte de kern van ons bestaan als mariniers, het optreden op de grens van land en water. En anderzijds proberen we onze kennis en vaardigheden op peil te brengen in het optreden in bergachtig terrein. De mariniers landen en staan vervolgens aan de voet van een steile helling waar onze mountainleaders lijnen voorbereid hebben, touwen, klimlijnen, waarbij de mariniers dus uiteindelijk omhoog klimmen. Bovenaan de berg aangekomen zullen zij verkenningsparties uitsturen om onze tegenstander te gaan zoeken. De tegenstander die zich verstopt heeft hier in dit gebied zal uiteindelijk door de mariniers uitgeschakeld moeten worden. Dat is de opdracht die het 1e Mariniersbataljon gekregen heeft.